Hey, wat leuk dat je kijkt naar een nieuw filmpje bij Nathan en Matthijs Beer Brothers. Ik heb een, denk ik, tof bier. Van Tesselaar. Kijk, Tesselaar. Het bier van Tessel. En dan de eigen wijzen. Een eigen wijzen is gemaakt voor de Jumbo op Tessel. Door Tesselaar. Nou, is Tesselaar is eigenlijk, nou ja, laat ik het nu even toch subtiel zeggen, de Tesselse brouwerij. Want Tessels is van Heineken en niet alles wordt maar op het eiland gebrouwen. Ik zal er niet over zeuren, maar dit is wel echt Tessels bier. En voor de Jumbo hebben ze dus een hele eigen weizen gebrouwen. Net niet helemaal standaard, want hier op het flesje staat al dat die amberkleurig is. Verschillende soorten mout gebruikt. Een subtiel zoetje. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Je kan hem dus alleen op het eiland krijgen. Nou, heb ik de mazzel gehad. Dat Stefan op het eiland was. En die heeft het voor mij meegenomen. Dus Stefan, thanks. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Want ik hou wel echt van een weizen. En, nou. Nou. Dit ziet er heel veelbelovend uit hoor. Het is echt heel erg veelbelovend. Zeker, zeker, zeker. Kijk, 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 kijk. Het glas. Ja, kijk eens. Oh, kijk eens. Mooi bolletje schuim erop. Het schuim is, nou ja, op het beeld is hij misschien best wel wit, het schuim. Dat is hij niet helemaal. Hij heeft een heel klein beetje een crèmeig kleurtje, maar het is heel licht. Nou, het bier zelf is inderdaad, het is niet echt geel. Het is wel een beetje amberkleurig. Dus dat verraadt toch al een beetje dat het ergens naartoe moet gaan. Op het zicht in ieder geval echt een tof bier. De geur. Ja, een beetje. Dat banaan, wat echt hoort bij zo'n weizen, lekker zo'n bananengeur. Fruitig als banaan. En ik ruik eigenlijk ook gewoon een beetje dat kruidnagelachtige. Een typische weizengeur. En dat is kicken. En dat hoort ook wel, als je toch een zomers bier brouwt en ze beloven weizen, dan moet je dit ruiken. Eerlijk gezegd, ik heb alleen nog maar gekeken en geroken en ik ben nu wel gelukkig. Maar goed, waar het uiteindelijk toch om gaat, is die lekker of niet. Dus we gaan hem gewoon even lekker proeven. Proost. Oh. Wat meteen opvalt, is een heel dik mondgevoel. Hij is echt lekker een beetje dik, want een goede dikke weizen, dat is een beetje een dik mondgevoel. En dat is wat hij doet. Dat zoetje wat ze beloven, dat zit er ook echt in. Heel licht, een heel klein kara zoetje. Maar het is heel weinig, maar het maakt het precies net iets anders dan gewone weizen. En verder is het een weizen zoals je een weizen verwacht. Wat ik al zei, een beetje een dik mondgevoel. Een beetje dat fruitige als banaan. Heeft ergens iets kruidigs, een beetje als kruidnagel. Een beetje een mooi klein beetje hop zit erin, maar helemaal niet overdreven. Precies wat je bij een weizen hoort te hebben. En dat alles is echt in balans. Boah. Jongens, weet je, ik ben echt wel een weizen drinker. Echt ook wel een beetje een weizen fan. Maar deze is wel echt, die komt wel redelijk in de top hoor. Gewoon, hij is net een beetje anders. Hij lijkt, nou ja. Ik zou een vergelijk willen maken met de skuumkoppen. Maar of, ja, daar doe ik deze eigenlijk een beetje tekort mee. Want ik vind de skuumkoppen ook lekker, maar deze, die is nog frisser. Ik vind hem net een beetje dikker. Hij is net een beetje meer in balans. Ah, dit is gewoon eigenlijk een supergoeie weizen. Ben je op Tessel? Zoek dan de Tesselaar op. Kun je deze weizen krijgen? Dan, je bent gek als je hem laat staan. Ik heb hem dus gekregen, dus ik heb geen idee wat die kost. Maar heel eerlijk, dat kan nooit de hoofdprijs zijn. Hij is voor de Jumbo gebrouwen daar. Weet je, die verkopen niet super dure bieren. Maar als je deze tegenkomt, die eigen wijzen van Tesselaar, dan moet je deze gaan halen. 5,5% en je hebt er gewoon een knetterlekkere wijs aan. Jongens, ik ga hier echt nog van genieten. En weet je, ik ben benieuwd, ken jij deze nou, hè? Zet dan even hieronder iets in de comments. Of in ieder geval geef even een like
of een hartje of iets in die richting. Laat even weten dat je gekeken hebt. En sowieso, elk commentaar wat je hieronder zet, vind ik gewoon heel erg leuk. En volg je ons nou nog niet of ben je nog niet geabonneerd, dan moet je dat natuurlijk gewoon nog even doen. Want ja, weet je, dan mis je dit soort content gewoon helemaal niet meer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer weer. Proost!